halve, 45 en over, man final uit het Zwartek Stadion. Voor het BMX Extreme Fun Team, Mr. Scary Harry Bomba! En dan voor Velds Pannenkoeken, met zijn eigen corner hier, de Pannenkoekencorner, Mr. Alex Velds! Ik verwacht van mijn eigen club toch iets meer enthousiast, maar ik doe even opnieuw. Mr. Pannenkoek, Alex Velds! Goed zo, Erp. Dan gaan we de volgende kandidaat aan het starthek, want daar staat Erik van Ravenstein. Ook naar het hek, met nummer 17, Frank Verstegen. Voor de deur hebben ze Lex Kastel, Peter Lafrijzen. De man in het geel, Wilco Bolk. Die andere man in het geel, Wilco Kozijnsen. Kijk, dames en heren, dat zijn de Wielische baren. Dan, last but not least, aan het starthek, met nummer 6, Guido Stotterboots. Juist, Rian Boer valt ons waard. Hartelijk dank. Zijn we weg met de ballen 45 en over met een goede start daar voor Stokkenbos. Wij zien alleen dat de deur gaat, is goed getrokken. Want we zien de finale staan. Die valt niet op de hele tijd. Heel veel volle kant door. Volle kant laatst op de week. Aan de leiding Guido Stokkenbos. En dan zie je ze nog niet. Komt onder zeer bij. Maar is het heel veel. Die heel veel voor. En die is dan de derde plaats van Ravenstein. Frank Verstegen. Frank Verstegen zit aan de binnenkant. Daarin gaan we bochten van de meter. Schudt ze natuurlijk de kosten van Van Ravenstein. Van Ravenstein inderdaad terug naar 3. Want Verstegen komt op de meter. Komt er nog op Van Ravenstein. En het is hier Stokkenbos op de meter. Kijk eens de draai van Wilco Kozijnsen. De man in het geel. Gaat naar 3. Van 5 naar 3. Gaat hij ook Van Ravenstein voorbij. En dan komt hij. En dan Wilco Kozijnsen zijn voren is achter. Niet. Dan is ondertussen Stokkenbos hier over Vindelbach. In Polk voor 2 meter. Dus de foto finish met Van Ravenstein en Kozijnsen. Een prachtige finale over deze categorie. 45 and over. Maybe.